Yo, Rick. Hey, Jimmy. Notification squad. Echt, hè? Ik zet de stream aan, jullie zijn er gewoon eerder als mij. Even zien. Oké. Dit is een andere stream. Oh, dat is een andere account. Ja, je bent JK213, toch? Ik moet die beta nugget ruilen, jongens. Want ik wil keys hebben. Want ik wil meer van die Halloween crates over worden. Ja, is goed, man. Ja, ik heb dus geen keys meer. Dus ja, moet ik eerst even iets zien te verkopen. Valt wel mee hoor. Beta Nugget is best populair. En ik zou het ook helemaal niet erg vinden als ik Beta Nugget overhoud. Dan zet ik die gewoon op mijn andere account. Zou ik echt geen probleem vinden. Dan ga ik gewoon die Beta Nugget op mijn eigen auto gebruiken, zeg maar. Ik heb voor de rest nog wel wat dingen die ik weg kan geven, ja, dus. Zero abonnees. Maar Beta Nugget, ja. Als ik wel iemand vind die hem wil hebben, dan heb ik wel gelijk weer 13 keys, dus. Oh, ik hoef geen unicorns hoor. Ja. Ja. Ik ben eergisteren begonnen met één key. En nu heb ik ja, dit. Tora, Tachyon, Triplex, Beta Nugget. Ja, gaat best goed. Maar ik had veel meer hoor, maar ik heb ook nog wel redelijk wat weggegeven in de tussentijd. Nou, ik had het met 2 of 3 en die heb ik gebruikt om van die Halloween crates te openen. De triplex, jawel. Nu wat giveaway is snel. Nee, doe ik zo. Ik heb net het einde van de vorige stream heb ik nog 3 giveaways gedaan zo. Ja, maar die wil ik eigenlijk allebei houden. Ja, zo zien ze eruit. Ah, oké. Okay. Nee, is goed. Maakt niet uit. Maar nee, die wil ik graag houden voor dat ik trade-up kan doen. Als ik wat meer van die crates heb geopend nog. Yo, Funny Plugs, what's up, bro?
Kan ook wel iets anders bieden voor. Ja, nee, hacks waar ik keys voor, hè. Ik wil ook graag keys, joh. Ja, best vet. Ik vind de Nissan niet lekker rijden, joh. Yo, niet echt. Gordon. Je bent niet Gordon die bekend is van tv, hè? Ja, yeah, I'm sure man, I'll throw it. Oh, dat zou ik sowieso Heatwave doen. Ik moet alleen wel een beetje vette wielen eronder zetten, joh. Maar yeah, give me your PSN, I'll send you an invite. Game Renel, wil je ook een invite? Even treden. Ja, sowieso Heatwave, joh. Heatwave is echt veel mooier als Hext. Oké, Tamimi was het toch? Hey, Change the Wolf, welcome back, man. Hey, funny plugs, give me your PSN if you want an invite. Oh, I'll just do random giveaways whenever I feel like it, man. Don't worry. Huh? 10 keys? Ben je wel goed. Ga ik echt niet doen. Dat is veel te weinig, man. Dat is 13 tot 14 waard, alsof ik dan. What do you trade this time? Oh, I'll show you, man. 10 keys is echt veel te weinig. Ik ga hem echt niet verkopen voor wat iets anders dan 13. Ook echt niet. Minder dan 13 voor krijg, dan hou ik hem gewoon zelf en zet ik hem op mijn andere account op mijn auto. Ga ik op Rocket League trading? Ja, waarom? Nou, daar ergens op Rocket League trading is iemand die biedt er 10 keys voor. Oké, wel, het zal zijn. Gratis Tora. Ja, it's still growing, despite all the giveaways. Nou, niet echt, Jamie. Ik krijg al de hele dag vragen van mensen of ze shoutouts mogen. Ik snap het ook echt niet. Ik zit er ook niet te kribben mensen op hun YouTube-kanaal te vragen of ze mij even aandacht willen besteden. Tora gewonnen. Nice, ja. Shout-out naar Batsum op. Nou ja, weet je, ik zou het wel eens leuk vinden als al die mensen die. Ja, zeker, zeker. Maar al die mensen die iedere keer vragen, of in mijn stream komen vragen, of mijn kijkers naar hun kanaal toe willen komen. Ik merk altijd, die gaan nooit zo op hun eigen kanaal van: hey, ga eens naar Batsum Bob's kanaal toe. Mag ik je inventory? Nee. Oké, cool. Ja, nee, snap ik wel, Jamie. Ja, joh, ik ben niet boos of zo. Ik wil eigenlijk nog wel. Ik wil een paar keys treden. Vervelend. Thanks man. Ik wil misschien vanmiddag ook nog eventjes Fortnite gaan spelen als jullie dat leuk vinden. Oké, tof, tof.
Nog 6 uur wachten. Twente Roda, nee, daar ga ik niet naartoe. Ja, tuurlijk mag je meedoen met Fortnite, man. Ja, oké, okay, maar dan moet je wel toevallig net Heatwave krijgen. Oké, okay, cool. Ik ga nog nooit naar voetbalwedstrijden, joh. Nou, ik. Ja, ik wil heel graag die andere items gewoon verkopen voor keys, dat ik die Hunter's Crate kan openen. Hey, Dynamite Master. Ja, hey, voor mij mag iedereen wel meedoen met Fortnite, joh. Ja, dat is denk ik wel de beste oplossing. Ik wil eigenlijk wel 13 crates voor Crazy High Dag. Tenzij 12 crates plus wat Halloween 12 keys plus wat Halloween crates is. Want Halloween crates wil ik graag openen, want ja, dat vind ik tof. Hoi. Je hebt zeker niet toevallig 12 keys wat crates. Hoi daar. Nou, ik wou eigenlijk heel even een potje gaan spelen. Oké, cool man, Dutch Gamer. Dat is ook. Jimmy, gaat u ook mee of? Nou, ik begin wel gewoon een potje. Misschien niet reageren. Ja, ik ben net een potje aan het beginnen, Robin. Over 5 minuutjes. Oh, ja, ik kijk eigenlijk nooit voetbal, joh. Alleen met het WK en zo. Maar dan is iedereen natuurlijk voor dezelfde ploeg, namelijk gewoon Nederland zelf wel. Oh, ja, yeah, both. Actually, I didn't have anyone to trade with, so I figured I'd just play one game and then trade again. But do you want a trader? Because I can invite you if you want.
I mean, I'm not like, it's not like I'm gonna like just trade for the entire day. It's boring as hell. Got it. Easy. Let me think. Yeah, it was traded a Green Tachyon and Hustlebrows for the key. And then I just traded the Green Tachyon without the Hustlebrows for a new key. So I had like, I had one Hustlebrow as profit, so that's what I started out with. And from there on went pretty fast. Yo, Professor YouTube. Welcome terug, man. Oh yeah. Ah, oh, ze hebben bevroren. Oh. Wat heb je de nugget geruild? Sky Blue Clockwork en witte pulses voor nugget plus nog wat dingen. Ga je nog giveaway doen? Ja, zeker, zeker. Ik heb nog meerdere giveaways gepland, maar ik wil eerst nog even wat trades zien te doen. Ik heb namelijk niet zo heel veel items om te traden momenteel. Ja, na dit potje gaan we weer traden, guys. White Samba from a Takumi? Yeah, that's a terrible deal. Takumi is easily worth three white Sambas, bro. Please add. Oh, nice, ja, Rick. Ja, Lorenzo, ik zeg dan net, na dit potje ga ik weer traden. Yep. Yeah. Thanks. Yeah, I traded it yesterday. What? What a save. You wanna trade the beta nugget verified? Cause I'm doing a nothing to something challenge and gotta say I'm kinda stuck with the beta nugget. Well, I got some other stuff I can trade, but yeah, I kinda so allemaal invite Oh, come up, come up, come up! Oh, Battle wins. Nou, een beetje te ver. Oh! Niks bij wat, bro? In ieder geval, hoi Joost. Oh, nice, ja. We willen een paar traden. Ik wil wat crates openen namelijk, maar ik heb geen keys meer. Oh, wacht, volgens mij ging ik vandaag ook nog de... Oh ja, dat heeft ook geen zin. Ik ga nog een roze Draco traden met... Oeps, met Diego. Maar dat is op mijn andere account. Oh, naar Heatwave als het even kan.
En ik heb op zich wel, ik heb meer dan genoeg items om te traden voor Heatwave, alleen, ja... Een daarvan is Beta Nugget en ik weet niet zo goed waar ik die voor moet ruilen eigenlijk. Ik wil er ongeveer 13 keys voor hebben, maar... Ja, thanks Max. Was een hele moeilijke. Ik moest echt even mijn best doen om die te maken, maar het is wel gewoon gelukt. Oh, epic gold skill. Ja, volgens mij heb ik daar ook geen keys meer op. Ah, 1 of 2 misschien. Goeie paas. Nee joh, ik kan toch net zo goed gewoon items verkopen. Wow, 7 candy coin. Spider wheels. Nou, mijn doel was dus om in 3 dagen Heatwave te gaan halen. Ik ben eergisteren ben ik begonnen met 1 sleutel. Ik heb nou dit. En dat is echt. Dat is veel meer waard dan Heatwave natuurlijk, want alleen die beta nugget is al 13 keys of zo. Alleen ja, dan moet ik wel net iemand vinden die en een heatwave heeft en graag beta nugget wil. En dan moet ik het ook nog eens worden over welke items ik er dan bij doe. Dus dat is best lastig. Dus ik zit nou te denken van misschien moet ik eerst maar gewoon de... Oké, later Jimmy. Maar misschien moet ik eerst maar gewoon eens de beta nugget verkopen. En dan nog wat items of verkopen of reden voor Hexed of Parallax ofzo. Even kijken wie ik nog meer moet fighten. X-Stukker, Jari Afka, kipomeletje. In ieder geval, ja, Heatwave was dus eigenlijk wel een beetje mijn doel. Maar aan de andere kant, ik wil ook wel graag wat kratjes openen. Dus daar moet ik dan weer keys voor hebben. Wie vergeet ik nou nog bijna? Jari Afka, die heb ik al... Oh ja, Lorenzo. Ja, op Steam is hij veel meer, of niet? Ja, dat dacht ik al. Hij is op Steam is niet echt zeldzaam. Ja, misschien wel iets zeldzamer, maar het is meer dat blijkbaar veel meer mensen hem willen hebben. Oké. Well, welcome back, Harris. Iedereen wil Tora. Ja, ik wil er eigenlijk wel keys voor. Ik heb er zelf Crimson Magic Missile voor gegeven. Dus als ik nou weer terug moet ruilen voor een item, dan moet het wel beter zijn dan dat. Nee, ik ga hem wel gewoon ruilen voor keys, denk ik. Nee, dit nee. Natuurlijk ga ik dat niet doen.
gaat hij hetzelfde offer weer neerzetten. Ja, ik wil eigenlijk alleen een jager van die dingen. Ja, nee, dat moet ik ook niet doen. Die andere jager was tenminste nog certified. Nee, ik zou het ook niet doen. Place choice crates. Deze zo is toch? Ja. Oh, Rendal, ja. Yeah. You know Den Haag? Ja, I've been there. Verkoop Blink Flamethrower. Ja, dat ben ik wel van plan. Ik moet alleen even iemand vinden die dat graag wil hebben. Een roze is altijd zijn kleur. Ik bedoel, er is verder niemand een roze auto. Jezus, Ryan, het gaat echt niet sneller. Het is niet dat als je vaker intypt dat het dan sneller gaat of zo.
Oké. Oh, ik heb trouwens dit ook nog. Tora ga ik niet traden voor items hoor. Howler? Nee man. Verkoop dik goed? Helemaal niet. Nee. Nee, je hebt niks wat ik daarvoor wil ruilen. Oké, dag jong, kan ik nog wat traden. Nee. Oh, met die grijze septum erbij. Grijze septum is 1-2 zeker. Nou, maakt het niet uit. Ik wil hem sowieso wel hebben. Ah, die is maar een halve key waard. Oh, ik ben een idioot. Ik heb hem dik overpaid. Oh, dat had ik niet moeten doen. Ik dacht echt, die is sowieso wel 1 tot 2 waard. Het is gewoon maar een halve key. Nou, een halve tot een hele, maar alsnog. Nou, maakt niet uit. Ja, ik dacht dat die meer waard zou zijn, maar maakt niet uit. Weet je, ik ga dit toch allemaal weggeven. Het maakt me niet zoveel verschil. Ja, het is een halve tot een hele. Maar ja, boeien. Als je het toch weg gaat geven, maakt het dan uit. Het is meer dat het een beetje zuur is voor jullie. Ik ga of ik verkoop de beta nugget voor keys. En dan ga ik Halloween crates openen tot ik Reaper en Bats krijg. Hoi Dixie. Of ik vind niemand die de beta nugget wil kopen en dan ga ik de beta nugget gewoon naar mijn main account transferen. Yo, Stan. Je kan met niemand traden. Oh, dan zou je wel een bug hebben.
Geen mystery, zei je toch? Ja, dat had laatst iedereen, de serverfouten. Ja, dat weet ik ook wel, Joost. Triplex slime, yeah, it's nice, hè? I think it's saffron, actually. Nope, slime. Ja, ik heb al gezegd, ik wil die firework. Als je dat zegt van nee, dan moet je zelf maar iets bieden, hoor. Ik ga niet één voor één je hele inventory bij langs, totdat jij iets denkt van hé, dat is wel weinig genoeg waard om te ruilen voor een toren. Oh. Ik wil geen crates, man. Twee keys voor Thor en Haunted Crate. Yep, vet graag. Ik heb namelijk al een Haunted Crate, kan ik twee crates openen. Nou wacht, wat je bedoelt, twee keys en een Haunted Crate voor Thora, toch? Of bedoel je Thora en een Haunted Crate voor twee keys? Want dat is echt belachelijk. Ja, ik zat even in een treet, GameRenal. Nee, dat denk ik niet, joh. Dat lijkt me toch sterk. Ik bedoel, iedereen. Als ik alleen maar twee keys ervoor zou willen, zou ik het binnen 5 minuten nog kunnen verkopen. Dan hoef ik toch niet te hebben. Dat is. Nee, joh. Nee, dat bedoelt hij echt niet. Ik denk dat we het gewoon verkeerd begrijpen. Nou, we gaan het ook wel zien. Ik ga straks gewoon een potje spelen. Als niemand mij uitnodigt voor een trade, ga ik gewoon een party leave en een potje spelen, hoor. Guys, this is my inventory. If anybody wants to trade, well, please say so now. God damn it. Another one of those beggars. Can I get something? Oh. I was just about to complain about the guy begging through PlayStation chat. Now I have someone here begging as well. Listen, bro, you can join the giveaway if you want. I'm giving away keys when I reach 1,000 subs. So subscribe and put your PSN in the comments below the giveaway video if you want. But I'm not about to just give away stuff to everyone that drops by and asks for stuff. Kurva. Cool. Thanks, Sir Soviet. Oh, cool. Well, if I manage to get some good trades, I'll be giving away
More stuff during the stream. Nope, not gonna invite you. You want an invite? Best not to. Ja, ik weet wat dat betekent, ga ik niet hardop zeggen, maar ik weet wat het betekent. Ik heb wel eens samengewerkt met Polen. Die roepen de hele dag door zo: Kurwa piwo! Wat ook de enige twee woorden zijn die ik in het Pools ken, omdat dat de enige twee woorden zijn die ze ongeveer de hele dag zeggen. Ja, yeah, I'll invite. I'm getting invites from some other guy, but you know, he messaged me first thing, hey, can I get some free wheels? If you're gonna like start out with just begging for free stuff, I'm not gonna invite you. I mean, I already know. Like, I don't want to trade with someone who's begging for free stuff, you know? Yo, Rahul. Oh, I'm just giving away some random stuff live on the stream, and I'm gonna do a key giveaway when we reach 1,000 subs. So that's probably gonna be in about a week or so. Wanna join? I can give you the link to the giveaway video. Okay, cool. The Hello's crate. I'm actually not actually trying to sell it. I actually want to get some keys for the Beta Nugget so I can start opening Halloween crates. Nee, dat zijn allemaal unpainted items. Nee, dan hou ik liever Tora. Oh, I'll trade you the two keys for something. Weiland. Weiland in het Engels. Ik heb geen idee. I'll trade. Maar ja, Nederlands wasbiermeneer. Wasbiermeneer.
Ivy caps, hè? No, 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 no. I want keys for the beta nugget, or at least something I could trade. Laat maar. Ik weet behoorlijk zeker dat een tractor in het Engels ook gewoon een tractor is. Nee, ik ga straks wel even Fortnite. Nou, een weiland kan volgens mij een grasslands zijn. Maar dat is meer een weide, zeg maar. Dat is een groot grasveld. Of een meadow. Schrijf je denk ik zo. Gras voor weiland. Lol. Nice inventory, but don't want it. Maar een tractor is in het Engels gewoon een tractor, dus dat. Die is wel makkelijk te onthouden. Right, okay. Okay, hoe überhaupt? Dat staat toch helemaal niet op je toetsenbord? Oké, okay, we nog een keer proberen, Gideon. Zoals ik al zei, ik heb voor Tora heb ik zelf Crimson en Magic Missile gegeven. Dus als ik hem nou weer terug moet ruilen voor items, moeten dat betere items zijn als dat. Al die mystery voor beta, ja, dat wil hij toch niet, joh. Nou, dan een goede item.
Ja, ik ben iedere keer vet veel aan het typen en hij zegt alleen maar WJW, WJW, offer, WJW. Dan ben ik snel klaar mee hoor, dat schijntjes. Laat ik maar zitten eigenlijk. Lol. I don't know. I've got plenty of people offering me like massive underpays for it, so. Helemaal niet. Nee, weet je. Ik ga lekker een potje spelen. Yeah, I know, but if I'm gonna get like total crap for it, like, I mean, those wheels, they're like free for a key. And I'm really just looking for keys or something I could trade for keys. And I mean, if I trade Dora for that stuff, I'll never get anything decent. And I'm more than willing to like pay a little extra for something I want and. I'll even give my viewers like really good deals, but painted Sentio, really depends on the color though. Well, I'm actually kind of done trading because I haven't had like a single good trade all day. Oh, I don't want the Saffron. No, you know I'm kind of done trading. I know it's a. It's a nothing to something challenge, but I think I'm just gonna like keep these items and just leave it. I'm gonna go play a bit because everyone's offering me like massive underpays, and I just don't want that. If I wanted to lose my items, I'd just give them all away. It would be way easier than like all these people offering crap for my items. Ja, nou ja, als er iemand langskomt die twee keys biedt, dan doe ik het wel, maar anders. Yo, Frame and talk to the man. What's up, bro? Als er iemand komt die twee keys biedt, would like to carry me? What do you mean? Now, yesterday I was doing all kinds of cool trades and. Nightbot.tv. Yesterday I was doing all kinds of cool trades and having loads of fun, and
I did a lot of giveaways and still had some profit, and now, well, I've done some giveaways, but all of the trades for me have been unprofitable. Because everyone's been offering me, you know, nothing. Got some very good items and people go like, hey, I'll offer you these completely valueless items for your good items. And, you know, thanks for the offer, but I think I'm just gonna play a game by myself. I'll wait until there's someone in the chat who's got, like, I don't know. I'm just not gonna trade until someone drops by with keys for my beta nugget. Because I'm not about to get, like, all irritated because of the crappy items people keep offering me. Just don't feel like it, sorry. Nightbot.tv, Jamie. Hey, Yara. Yo, talk to man. What's up, bro? Anyway, I'm probably gonna play Fortnite later. You know, I just don't. I don't know. Never mind. I don't want to be all pessimistic about it and everything. Ja, maar ik hoef er helemaal niet vanaf, joh. Ik heb besloten dat ik hem gewoon hou. Ik ga gewoon niks meer traden. Ja, maar dan krijg ik waarschijnlijk toch weer crappy items in die crates, joh. Dus dan baal ik daar weer van, weet je. Nope, ain't got no point in the chronos, man, sorry. So guys, if you wanna join the key giveaway, be sure to subscribe to my channel. Yeah, I'm actually gonna win this. Jesus Christ, what a dude. Yeah, sure. Guess we could play a couple of rounds. I know you're PSN, man. You've told me like 20 times. Yo, Stuart, welcome back, man. Yeah, sure. I'll invite. Trickable, do you have any keys? Keys or mystery vehicles are the only things I want right now. Or unless you have something else that's really good that I could trade for keys easily. Yeah, okay. No, it's okay, I'm just not gonna trade if we're not. Because that's all I'm looking for right now. I got Tora. But I don't have any keys, and I got the beta nugget, which I want to trade for keys. Or I'd do like Hex plus Parallax for it, but.
Nice, 6 candy corns. And a paint finish. Not really now, unless you have some really good items to trade me for it. Hey Sir Sofiat, if you want to join, give me your PSN so I can invite. Ja, oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Ik krijg nogal weer keys op mijn main account. Weet je, ik had gewoon gehoopt dat ik beter nuggets zou kunnen verkopen voor keys om daarmee een paar giveaways te doen. Maar in plaats daarvan ga ik gewoon beter nuggets houden en in mijn main account neerzetten. Oké, okay, cool, I'll invite you, bro. Trickable, ik invite you ook. Nou, omdat die andere lui Engels zijn, Rick. En de meeste Engelsen spreken geen Nederlands. En de meeste Nederlanders spreken wel Engels. Dus ik praat met jou gewoon Nederlands, want jij bent Nederlands. En met hun Engels, met hun zijn Engels. En als er Duitsers langskomen, praat ik daar Duits mee. Ja. Gewoon eerst transferen naar iemand anders die hem dan weer transfert naar jou. En dan hopen dat ik niet niet gescamd word. Ja, yeah, I can see the chat, man. Absolutely, snapback. Can I get an invite? Well, you can. Totally done with beggars, man. Totally done with it. Goodbye, Trickable. You wanna play, Yeah, let's play. Damn. Like, all day long, all I'm getting is, like, people asking me, hey, can you, little snapback raid? Awesome. Snapback boy, man. I'm gonna raid your channel, sometime soon. Oh, dude, no way, you've got like 15, you have 5k subs. Nice. Anyway, guys, thanks for dropping by. Haha, cool. No! Oh man, I got distracted because of the raid. It's lit. Hey, love you guys. Thanks for dropping by. Snap, I'm definitely gonna drop by your channel sometime soon. MW? I don't know who that is. Oh, you know me? Wait, what? Wat begrijp je niet dan, Rick? No problem, man. You're getting mugged. No, I love how, like, all you people dropping by at the same time.
Ja, Rick, daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Ik kan niet Nederlands gaan praten met die Engelsen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik doe best wel vaak items transferen voor mensen. No problem, man. Oh, hey, don't forget to subscribe. But I'm trying to get the 1,000 this month, so make me more famous than Snapback. Hi, Ariel. Hey, wait, weren't you just here like, I don't know, 1 minute ago? Nou, sorry Rick, maar ik ga echt niet de hele tijd Nederlands praten tegen die Engelsen. Dat slaat er helemaal nergens op. Dus ik zal wel gewoon Engels moeten praten tegen ze, of niet? Okay, yeah, sure. Let's play a couple of rounds. Ja, oké. Ja, nee, ik snap het, man. Ik vind het ook wel vervelend voor je, maar ja, ik kan er niet zo heel veel aan doen. Maar ja. Ik snap het probleem niet zo. Ik bedoel, natuurlijk begrijp je het niet als ik Engels spreek, maar de Engelsen begrijpen het gewoon niet als ik Nederlands spreek. En die blijven ook gewoon. Nope, this is PS4, bro. Ik bedoel, tegen jou praat ik wel gewoon Nederlands, hoor. Yeah, I understand. But you know, one of my Dutch viewers was complaining about me speaking English to the English guys. So they're saying, like, yeah, can't really start talking Dutch to the English guys because, you know, no one will understand. And I think pretty much all of my Dutch viewers understand English. Because everyone gets English at school from about 10 or 11 years old. Maybe even earlier nowadays. Hey, David. That's quite difficult. I have to switch from, you know, from English to Dutch all the time, because... Well, naturally I'll speak Dutch to the Dutch viewers. I mean, it would be strange to just speak English to everyone. Nee, maar als ik met jou aan het praten ben, Sjoerd, dan wissel ik ook gewoon weer naar in het Nederlands. Quite a difficult language. I mean, I've heard, you know, for me, hell, I think it's a difficult language. I'm probably better at English than I'm at Dutch. Dutch is my first language. Energy drinks. Whoops. Last place? No, I'm last place. Get out of my way. Get out of my way. Come on, let me pass, come on! Oh.
Ah, hell. It's 5-1, so we're probably gonna win it anyway. Dude, I totally want Labyrinth. Labyrinth would make my life a whole lot sweeter. No, honestly, Labyrinth's something I could probably trade for a couple of keys. And I just want some keys so I can open some Halloween crates. Koopgrieper? Nee joh, ik ga Halloween crates openen tot ik het krijg. Yeah, I've got a Halloween crate as well, and I'll get a bunch more from playing, you know, they don't cost anything. Here, another free candy corn. And Brunhilde! Haha! Yes, very nice. So, yeah, I'm not buying Halloween crates. I'll invite you, by the way, Toch. Hey, not on my friends list. Okay, sending an invite. Ik denk dat ik nog wel iets van 12 potjes moet of zo. Mau? Oh yeah, of course you're a kitty. Snowflake the kitty. Lol, ja, vraag ik altijd. Hey lol, you've got the Halloween wheels, nice. That looks pretty cool. I did just invite you like 3 seconds ago. I'll send you another one. Yeah, I know, but I'm sending you another one. Ja, ik invite jullie ook wel even. Yannicky Boy en een Zombie Slayer Stan. Hey, Los Patos. Rocket League, hè? Nee, alleen op PS4. Ah, thanks man, Rick. Weet je, ik vind het ook wel vervelend dat je het dan niet goed kan horen en niet goed kan verstaan en zo, maar ik heb er niet echt een oplossing voor. Oh, derde, dat is best netjes. Ja. Ik weet even niet meer wat je PSN is.
Ja. Van mij wel, daar hoef je toch geen, bij toch geen toestemming voor te vragen? Ja, straks wel, man. That's something. How about crates and something crappy? And take a look at the stream, you'll see all the stuff I have. Yeah, sure, take your time, man. Got all the time in the world. I could add, you know, something, but I kind of want to keep the. Yeah. 1v1 you. Nah, I'm gonna pass. I'm gonna make a private match and just get everyone in it. You know, I don't want to keep all those people like waiting without a possibility to play and. Yo, did you guys know I actually got 10 new subs already today? I know, I want to sell the nugget. Yeah, I know, I want to get 12, 13, 12 or 13 keys for it. But I haven't seen anyone with keys all day. Alright, 2v2. I'm actually gonna make a private match in a couple of minutes. We'll play 4v4s. Maybe 4v4 Rumble Hoops or something like that. For about what? I mean, yeah, for about 5 keys. I know plenty of people that wanna make ridiculously low offers. In fact, I've been getting ridiculously low offers all week long. It's getting really annoying, so I'm just. Well, like an item for nothing to something. Ooh. Smaakvol. Ik zal zo even treden. Ik zit nog even te wachten op. Hey, talk to the man. Are you coming back or. The stream is starting to get boring. Thirteen hundred keys? Oh yeah, absolutely. Totally won 1300. Hey, Snowflake, I'll give it to you for 1200. Congrats on 1K sub. Dude, I'm not even close to 1K. Oh, do I am close to 900, by the way. No, this is PS4.
Cool. I'd also take about 6 or 7 white sambas, snowflake. Darn it. Trade one. Oh, yeah, sure. Add a couple of hundred keys and No, I know they're pretty crappy. Maybe if I can get them like really cheap, I'll do it. Scary. Oh, scary pumpkin. Inky? Dat zou kunnen? Kan ik een kratje openen? Oh, straks wel. Nou, SOK wil ik eigenlijk. Ik maak wel een offer. SOK is maar 1 tot 2. Heb je. Hey, heb je niet een of ander hele goede item? Ik wil wel graag iets van Heatwave of zo. En dan. Twee crates hebben. Nee. Nee, sorry, ik heb net al mijn crates weggedaan. Kijk maar eens in de stream. $300, two at somewhat three that him with Draco's not a painted item of the car for his fair deal if you know what really going to make it 700 give it two at somewhat. Okay, but I'll have to have you add at least one pigeon. Gotta have a pigeon. No pigeon, no deal, bro. Striker gate and wheels? Not really. Wat, scary ruilen voor een crate? Nee, dat is echt een vet slechte deal. Oh, dat is zuur. Dat is wel echt jammer, Vedit. Oh my god. Spammer. Dude, you gotta have some pigeons. Nou, dit wil ik niet, sorry. Darn it. Well, I guess I'll take 723 keys and the two white sambas you offered. Massive underpay, but I guess I'll do it. Ja, poeh, luister. Triplex doe ik er niet voor. Nee, die SLK's die gaan al voor ongeveer maar voor 1, dus. Hey, Pieter Posterman met leverkaas. Bijzondere naam. Oké. Okay. Well, you should definitely get some pigeons.
Yeah, good plan. That's why I'm holding on to my fire plug. I hope, I heard it's gonna be worth like 25 keys soon. Hoe krijg je die nugget? Ja, ik heb hem getradet. Dan de enige andere manier om te krijgen was meedoen met de beta-versie van de game. Maar dat is al jaren terug. Dit zijn hele oude items. Komen ook nooit meer nieuwe van. Daarom, die hou ik gewoon. Ik speel op PS4. Yep, absolutely man. Yeah, Dark Future. I'll invite you in a second, man. Oh, 13, 14. Keys. Je wordt geskipt? Wie wordt er geskipt? Kun je nog potjes spelen? Ja, ik kan nog wel potjes spelen. Just 300. Yo, easy meisie. We hebben een main account. Ja, ik heb daar niet meer op gespeeld of zo, dus dat staat nog allemaal precies hetzelfde. Turbine. Oké, die is leuk, maar die hoef ik eigenlijk niet. Yeah, okay. How many mysteries are there? Is it? In ieder geval, hoi. Hallo, ik ben je. Ja, ik doe solo even Fortnite, Jamie. Wow, er zijn 22 mensen aan het kijken. Je vriend heeft iemand gescamd. Ah, jammer man. Paars, grijs, sky blue. Ja, ik vind turbines, ik vind ze zelf heel mooi. Alleen ik wil ze liever niet hebben omdat ze zo lastig te traden zijn. Maar op zich paars of sky blue zou ik nog wel willen hebben als ze niet al te duur zijn. Nee, dat trapte niet in. Simpele. Yeah, absolutely, man. I'm gonna become famous and the best player in the world. It's gonna be cool. I should totally 1v1 Kronobi sometime. I'll send him an email. Good at trading with shit. Hey, I'm pretty good at playing. I'm gold 2 on my main account. Not that bad. Kumi?
Oh, doe maar iets. Yeah, okay, I'm pretty bad at playing. Yeah, I can't believe it. Yeah, I know, but all I have is like this crappy laptop, so that's not gonna work, you know. Champ 1 player. Oh, dat is best netjes, man. Ah, you're the best snowflake, thanks. Ja, Jurassic Mage Legend, ik zit nog steeds. nog steeds in een trade, dus kijk, ik kan wel nou een blokje drukken. Hoor. Heeft geen nut. Oh, cool man, cool, thanks. it's kind of trades like these where I have to wait for like 10 minutes just to like sell one Takumi. That would make me really doubt, do I want to keep doing this or do I want to actually go play games I like? I'm much more happier if I'm just gonna if I'm just playing some games. Oh ja, is goed man. Geen probleem, Norin. Ik stuur even invite. Ja, is goed. So, is Zombie Slayer staan? Gewoon nu een offer of. Gigabyte, G the GeForce, no, the 1070 is pretty good, right? I think it's the second best or third best card. Okay, Stan, en dat spijt me, dan kick ik jou even, want daar zijn we met z'n drieën. Ik weet niet, ik doe wel eens goede freestyles. Nee, ik ga nu eerst even een paar potjes spelen, guys. Sorry, I have to go play a couple of rounds. I really don't want to spend my whole day trading. Well, you can build a custom PC for less than $1,000, but it just won't run Rocket League all that well. Yeah, guys, I've been trading for the last couple of hours. Just let me play a couple of rounds. Come on. Yeah, Nordin. Ik weet zelf ook wel dat de mensen waar ik mee speel. Well, I know what kind of graphics card it doesn't even have a graphics card. It has like these onboard graphics. It's got an what was it again? An AMD A6 processor with the just a built-in Radeon something something graphics. I mean, I'm sure it'll run
Rocket League, just not as fluently as a PlayStation. Maar Norden, ik weet wel dat de mensen waarmee ik speel niet echt fantastisch goed zijn of zo, want ik speel wel eens met een maatje van mij op de Xbox en daar heb ik een hogere rank als hier, terwijl we dan al de bier zitten te drinken. Nou weet je, de rank kan me ook niet zo heel veel schelen. Met mijn spullen, oh wel redelijk. Ik heb niet zoveel zin meer om nog meer te traden, want ja, het gaat vandaag de hele dag al vet slecht. Ja, Norden, ik ga denk ik als ik ik ben op zoek naar een kamer. Als ik niet meer bij mijn ouders woon eindelijk, dan ga ik een serie bier drinken op de bank met Bob doen. Oh, sorry. Ja, I'll start a sub-match after this, oké? Oh, dat is vriendelijk. I did have a parallax, but not anymore. Yep. And this is actually this is quite a slow day. And normally I'd have some people speaking Spanish and German as well. So that's darn it. Plus I'm. Nou, is dat niet kunnen horen? Yeah, that's Dutch, and I speak English as well, and occasionally German when there's German viewers, and well, you know, all I can say in Spanish is no hablo español, so that doesn't really work. Oh wait, I can also say tres cerveza por favor, which means free beer, please. So if I ever end up in Spain, I'm probably gonna get drunk as hell. Cool. Yeah, Spanish isn't really like a very popular language here, seeing that we're quite far away from Spain. But I live near the German border, so I do have to know German, because if you're gonna wait for Germans to speak Dutch, you're gonna... It's not gonna work, you know? Even if they try, it doesn't really sound good, and... Natuurlijk, easy. Ik ga hierna even... Guys, sub games after this. You wanna play regular games or... What? Nee. Ah, man! I mean, we were already 4 points behind, but... Come on! Yep.
Ik denk dat ik hem ook ga houden. Ik zet hem gewoon op mijn main account. Ik bedoel, tenzij ik de keys voor kan krijgen, want dan ga ik Halloween crates openen. Daar heb ik ook wel zin in. Hij heeft Reaper! Oh, dat is matig. De Dabbing Reaper. Yeah, I read this post by some guy on the Rocket League Exchange on Reddit, like... I've seen the new goal explosion. Give me one reason not to deinstall the game. Well, I actually kind of like the Demon Reaper. It's just, you know, the whole dab move, I don't really understand it. Guess I'm too old for that. Yeah, but you know, I can understand how Rocket League needs to, like, cater to the 9-year-olds as well. I mean, it's their target demographic. Weet ik nog niet, man. Ik ga straks wel even kijken wat ik ga geven. Untradable, oh dat is jammer. Ah, Jesus. Let me just check how many subs I've got now. Ah, 884. Guys, you think I should give away the Torah, maybe at 890 subs? It's only 6 more, which should be doable. Gonna need a tune-up. Oh well, yeah, that happens sometimes. Yeah, maybe they'll be back later. I might just be YouTube. I actually started out with 874, I think, this morning, or 872. Yeah, 872. Sup, Merge? Yeah, I'll just take the regular settings. Soccer. No rumble. Candy porn, lol. Oh, sorry, the name's Bob and password's also Bob. Yeah, I was used the same password. Yeah, it's just Bob and Bob. I chose Bob because it's easy to remember. There you go, people join it. Just join whenever you're ready, by the way. Nice shot! Oh, het is ook pas 2:30 middags, zo'n koffie, dat kan nog wel. Listen, I'll do a Torah giveaway at the end of the stream if we can reach, I don't know, 890 subs. Hey, F2 Rocket Stylers. You want to subscribe to my YouTube channel? At 890 I'm gonna do a Torah giveaway. Live, in the stream here, so.
Yo, Matthias. How you doing? Ah, nice. Now it's a 2v2. That's a whole lot fairer. Fairer? More fair. Three for two. Guys, come on, give me the 890, maybe even 900 subs today. Would be awesome. Oh, by the way, I'll also be playing some Fortnite later today, in case you guys want to join. Ja, op zich wel, maar ze zijn ook niet heel duur, dus... Weet je, desnoods geef ik ze gewoon weg. Oh ja, jou weet ik nog wel. Ja, je bent diegene die de hele tijd met hoofdletters praat. Maar nee. Oh, een key. Ik hoor het schreden. Met Fortnite, ja, natuurlijk, iedereen kan meedoen, joh. Gewoon, als je gewoon allemaal na één potje weer de party verlaat, zodat er iemand anders kan joinen. Dat lijkt me wel zo redelijk. Maar easy. Ja, gast, ga even in ieder geval ophouden met die hoofdletters. En ten tweede, ik kan me niet herinneren dat ik een item voor je heb gekregen. Zou best kunnen, maar ik heb wel meer items gekregen van mensen. En als je items weggeeft, dan kan je niet de volgende dag komen vragen of je ze terug mag. En dan helemaal niet eisen dat je ze terugkrijgt. Wat je nu aan het doen bent. Dus. Even normaal gevraagd dat ik het overwogen. Nou heb ik zoiets van nee, echt absoluut niet. Ga weg of zo. Echt geen zin in van die grapjes als die de hele tijd met hoofdletters die komen schreeuwen. En daarbij, ja, weet niet. Sorry. Ik was waarschijnlijk meer geneigd geweest om dat te doen als je het een beetje vriendelijk had gevraagd of zo. Plus de kans zit er dik in dat ik die item helemaal niet meer heb. Hallo, crit stickers. Oké, dat is cool, oude games. Wil je alsjeblieft één keer op caps lock drukken? Zit links op je toetsenbord of halverwege tussen onder en boven, zeg maar. Recht boven de controle en de shift toets meestal. Nice. Overtime.
Ah, bijna. Ja, dat heb ik ook al een paar keer gehad. Ik heb ze ook allebei al gehad. Eentje heb ik weggegeven, de bats, en eentje heb ik verkocht. Dat was Reaper. Yo, Rick Esky, man. Welkom terug. Ja, maar met hoofdletters dat type precies hetzelfde. Hatsa! Heel endo. Nou, geen endo. Nee. Oh, je typt met telefoon of? De bats. Bats of Bob. Ja, laten we met z'n allen Psyonix mailen dat ze een Bats of Bob goal explosie moeten maken. Dat hij dan scoort dat rapper shows in beeld verschijnt. Yo, Lucas. Hoppa! Bijna, helemaal. Ja, gaat goed, man. Bij jou dan. Nou, wel, bump back. Still got almost the most points after me. Also, ja, natürlich. Klinkt logisch, oude games. Hey. Een kerstman-explosie. Dat lijkt me matig. Ja joh, gaat snel jongen Lucas. Het gaat ook steeds sneller. Hey gasten, als ik 890 abonnees haal voordat we Fortnite gaan spelen, dan geef ik Tora weg. Could have two if you won this. Ja, volgens mij wel, Lucas. You probably could have. Yeah, guys, please subscribe. Yeah. Yeah, okay, that was kind of crap, you know, but those things happen when you play 2v2s. Like, people are gonna make mistakes. Everyone makes mistakes. Like, I've seen people at the championships make, like, really dumb mistakes. Oh, now Surinaams, even denken hoor, Rotti. And, spekkoek? Nee, wacht, dat is Indonesisch, of niet? Eh...
Nou, ik ken toch wel meer als alleen Rotti, lijkt me. Hoe heet de andere spul? Kousenband? Nee, dat zijn gewoon van die bonen. Een vreemde vraag ook, man. Hoezo? Het is toch geen kookkanaal, dit? Ja, man. Alleen niet op deze account. Dit is mijn tweede account. Ah, nou, je kunt het... Tauge is gewoon groente. Dat is van dat spul wat in lumpia zit. Dat is niet per se Surinaams of zo. Whose team should have joined? Yeah, I don't know. Some other team. Yeah, go ahead. Well, it's just 1 point difference, man. I'd like to do this, play this one as a 1v1, but you can join the next round if you want. I think I can take this guy. Easily. I was just like 1 second too late. Well, 1 second. 1 second is an eternity in Rocket League, of course, but. Oh, yeah. Free. No! Okay, cool. Come on. Back. Oh. This is a strange move. Yet a rather effective move, it appears. No! Oh, man. Yeah, I got like 3 milliseconds of lag. Hey Bob, wat is er, Lucas? What a save, yeah, I know. Yo, Dutch gamer. Come on! Why do I miss shots like that? Oh, ik zal ze nog even kijken, maar ik zit ook te gamen ondertussen. Weet je, ik moet steeds mijn ogen van het scherm afhalen, daardoor gaat het ook zo slecht eigenlijk. Kijk, zoals nu.
Yeah, thanks. Damn, 4-5. Okay, I'm gonna lose this one. Oh, well, I don't know. Maybe. I've never really played 1v1s. Nee, denk ik niet. Maar op zich is het niet echt per se mijn doel of zo. Ik wil gewoon bekende YouTuber worden. Hoef niet echt per se super goed te zijn in Rocket League of zo. Hey, Extreme Games. Oké, cool. Oh, wil je dan abonneren op mijn YouTube kanaal. Als we 890 abonnees halen, dan ga ik een Tora weggeven. De Mystery Vehicle, zeg maar. Oh, er is nog 4. Bijna weer doelpunt tegen, omdat ik zat te kijken hoeveel abonnees ik had. Vet. Oh, cool, ja. 887. Oh, nog maar 3. Oké, Kavish, ik vind het een tof idee, maar het kan zijn dat ik het niet helemaal begrijp, maar dan schiet je toch helemaal niks meer op. Oh, 888. Dat is bijna mijn lievelingsgetal, want dat is 8888. Nee, niet echt. Oh, echt, volgend jaar rond deze tijd, dan ga ik zo'n video maken van 888.888 subs giveaway. Cool, thanks, bro. Die heatwave, ja, die wil ik ook wel. No, PC crashed. Rocket League is actually quite a heavy game, you know, for PCs. Yep. En daarna 900. Midnight game? Wat is de midnight game?
Thanks, Matthias. Twee, Rick. Oh, cool, let's play a round of 3v3s. I'm still unranked. And I don't really want to party, because if... 890, IC. I don't really want to party, because usually when I use a party while I'm streaming, the stream starts to lag. Kijk op YouTube wanneer je tijd hebt. Yeah, I'd like that too, but I have a pretty crappy laptop, so that's not happening. Yo, it's Amari. How you doing, man? But seriously, dude, you're gonna just stand here? Oh, a new fan. Yeah, it'll get overheated, like. Wouldn't it just work if, you know, like, I don't know, put your air conditioning next to it? I think he's back. He's definitely back. Man, I got 0 points. Oh, it's just 20 seconds. Okay. What? nee, dit is PS4. Wat? Nou, ik ga hem straks aan iemand weggeven, maar ik laat Nightbot denk ik wel gewoon even kiezen wie hem krijgt. Hey, Piranha. Nou ja, ik ga Nightbot gewoon vragen wie hem krijgt en die kiest gewoon random. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Oh. Well, after about 8 hours, it's probably time for a break anyway. I try to take breaks once every 8 hours. Jammer. Nou, misschien win je hem wel. Het gaat gewoon willekeurig. Dus je hebt de kans van 1 op, nou, 13 mensen zijn er nu dus. A heatwave? I don't know. I think it's stuck to the man. Hi Frame. Welcome back, bro. Nice. Oh well, no thanks to me, but still. I'm 28.
These are white SLKs. Yeah, that's what I said. Well, give me your key for it and it's all yours, man. You're 123? No, but seriously, I'll trade you for one key for it if you got it. Cause it's not like I'm trying to get rid of it, but I do really want one key, cause I've got a a hunted crate I want to open. But only if you trade it in like the next 3 or 4 rounds. As soon as I get 4 crates. Oh! I got 2 crates. Yeah, now it'll cost you 2 keys. Decryptor, are you insane? No, man, I know what's gonna happen if I get the decryptor key. It'll become untradeable. Which means I'll probably get, like, the best possible item. And have it stuck in my inventory. Also, this is my second account, so... if I was gonna use a decryptor key, I'd use it on my main account. Well, 3 more subs to 890. Ah, crap. Yeah, okay, but what if I get something, like, really crappy? It'll be stuck in my inventory for all eternity. I mean, they should have made, like, I don't know, a delete button. Okay, that's nice. Ja, ik had ook een paar haunted crates geopend. Want ik had er eentje geopend. Ik zei van, ja, wat er ook in zit, ik ga het weggeven. Er zat de vampire bats in. Nou, vampire bats weggegeven. En je kratje daarna zei ik van, nou, deze is voor mij. En toen kreeg ik Reaper, dat was wel vet. Ik kreeg geld voor keys. Leren. Well, you know, I guess Psyonix also likes to make a little bit of profit. And, you know, it's not that expensive. I haven't bought keys in, like, a year. I just trade items till I get new keys. Yeah, I know. They're like $2 a piece, right? Yeah, it's insane. You know, I would just like get the buy the keys and. Yeah, it's not a little profit, it's a lot of profit. But people shouldn't buy crates, you should just get the crates by playing. Oops. Sorry about that. I'm just taking a sip of energy drink.
completely missed the ball. Heb je wel eens de Carolina Reaper gehad? De pittigste peper ter wereld? Ik heb daar een keer via internet een onsje van besteld en sambal meegemaakt met jalapeno's en Madame Jeanette pepertjes. You got scammed? Oh man, that's crap you do. Yeah, okay, but they can afford it. I mean, those guys have like hundreds of thousands of subs. If I had that many, I'd also just buy the crates. I mean, YouTube will pay for it. What kind of help do you need? I can't really tell him to give it back to you or anything. Or I could tell him, but you probably wouldn't listen because I have no idea who that is. No, I know, but like, it helps to have a lot of subs. Like, if you have a couple of hundred thousand subs, you're gonna get a lot of views. You can post whatever whatever the hell you want, you'll still get a lot of views. Well, different. Different. I'm gonna eventually, hopefully, get Heatwave. It's just kind of given up on the whole plan of getting Heatwave. I've got Beta Nugget though, so I'm actually quite happy with that. Seriously? Well, then it's probably like, maybe they're just, fake subs? Helemaal niks. Echt 0,0, Rick. Iets van, iets van $3 in de maand of zo. Maar, ze betalen pas uit bij 70. Dus, echt gewoon niks. Ik heb nog nooit geld gehad van YouTube. Yeah, but that's just the YouTube monies, you know? YouTube pays, well, very, very little, but if you have like a couple hundred thousand subs, you can also get sponsors. And most of those guys do have a lot of sponsored videos. I'm actually in a ranked match right now, so I can't invite. Okay, nice. Nou, ik denk niet, Kavies. Ik bedoel, ik zou het best leuk vinden als YouTube me geld op zou leveren, maar tot nu toe kost het me alleen maar geld. MC account? What's an MC account? Accelerator crate. I don't know, you got any kind of proof? Snowflake, I'm pretty sure you don't need over 1,000 subs to be monetized.
Actually, I'm absolutely sure. You need 10,000 views. After the first 10,000 views, you can get monetized. But there's really no point. I make like 10 or 20 cents a day. Okay. Well, could you take a look at my... could you take a look at my subscriber number? Because my account's monetized and I'm at... let me check. 887 subscribers. Yeah, that's what I said. Thought it was 887. Yep, 887. 113 more. Then I will be at a thousand. I'm trying to get there before the end of next week. Should be doable. Lol. Oh yeah, that's actually a good idea. I haven't checked that. Yeah, well, the view count's accurate. I'm afraid. Sorry. Like I said, I don't know what an MC account is. Oh, Minecraft. My God, I'd have to get Minecraft for a PC, right? Oh, sub. Jawel, 900 halen we zelfs van vandaag. Yeah, I don't know if I'm... I don't really think I like Minecraft all that much. I've tried it on PlayStation once, but... Okay, yeah, maybe some other time, okay? I'm not gonna download it right now anyways. Also, I'd have to get some, like, screen grabbing software. Oh yeah, it's free, right? The iPad's leeg, oh dat is naar. Ja, ik invite je naar deze trade even. Sorry, I'm not giving away anything free right now. If I reach 890 subs, I'll do a random giveaway with the Torah, and I've also got a giveaway with I'm also gonna giving away some keys when I reach 1,000 subs.
Yeah, that's really kind of you, Snowflake. But yeah, I'll definitely download, I don't know, Minecraft sometime soon. Yeah, trust me, I'm not making $49 a month. I'm making way closer to $3 a month. Yeah, I don't have those. Okay, cool. Yeah, I'm not. I can't edit videos at all. Okay, when 890, please invite me. No, not gonna invite you for the giveaway. If you're gonna leave, just come back for the giveaway. I'd rather you not come back. You just not come back at all, actually. A next spot? Yeah, sure. Moet alleen nog iemand inviten. Oh, I'm actually gonna hire a famous Dutch rapper to make a intro video. I mean a channel video. Yo, Diego. Yep, steeds meer. Yeah, sure. Send a friend request to Batsu Bob. Do you? Do you what? Matthijs, wat is het te zeggen? Oh yeah, sure. Oh yeah, I was confused. Heat. Maar bubbly vind ik ook wel mooi. Free stuff! I love free stuff. Oh no, it's the worried watermelon. It looks so worried. Totally gonna use it. Don't know about you guys, but I really feel sorry for the watermelon. Yeah, just give me 1 second. You can now. Just post the link and I'll remove your mod rights again. And the hot dog, that's super leuk, yeah. Cool, thanks. Oh yeah, well, looks good. Yeah. Well, actually, I'm hiring a famous Dutch rapper to do the channel vid channel fit.
You know? Like the first video new people will see when they go to my channel. And I'm just gonna cut out the piece where he says yo 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 and use that as an intro. It's gonna be hilarious. Yeah. Wings? What wings? Oh wait, they're wings. I thought they were like, I don't know, mountains or something. But it looks good. It looks really good, man. Yeah, so if any of you guys need an invite, just let me know. Okie dokie. Die hot dog. Ja, lekker. Okay, I'm inviting all of you guys. Just give me a second. No, but seriously, it looks good. Yeah, I could probably, I don't know, I could probably make it myself. It would take like days. So you guys have all been invited. Oh, by the way, I'm gonna do. Yeah, did you send it to this account or to my main account? Oh. $890 subs. Yep. Okay, can't trade the Torah because I'm giving it away. Oh, yeah, it's probably easier with templates, right? Hey, did I not? I invited you, logo. Gast Dennis, jongen, vette inventory ineens, ja. Een pink vault erbij. White lightning, vind ik ook wel tof. Yeah, sounds good, Musa. We can do that sometime. Let me check out your channel, bro. Oh, nice. So you're basically, how did you get so many subs with only like 8 videos? Yeah, I'm about to do the giveaway. But yeah, Musa, it's, I guess we could do a collab sometime, yeah.
Oh, you're on Xbox One. That'll make it a lot more difficult. Yeah. Yeah, that's what I was thinking, Duck Bros. But he also has a couple of hundred views of video, which does make sense. Sorry. Keys. Trade. Why not? Do you have Xbox One? No, I'm on PS4 actually. You don't have a charger? There's also an Aussie. Oh, that's terrible. Hey, thanks for subscribing, Musa. You could try and arrange something. Like, arrange something. Yo, this is PS4, Swift. Yeah, I'm about to do the Torah giveaway. I was gonna do it at 890 subs already at the. Okay. Him staring at his computer. Genius! 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 Ja, Tora geef na deze trade. Helemaal niks. Hoewel, ik zou het wel tof vinden als je zou abonneren en misschien even liken of zo. 1 key en een kreet. Nou, dit ga ik niet doen. Ja, weet je, ik wil alleen wat crates openen en dan ga ik echt niet mijn witte SLK's wegdoen voor helemaal niks. Sorry van gisteren, wat was er gisteren ook alweer? Heb ik alweer vergeten, man. Ja, dat. Ja. Yep. You guys ready for the giveaway? If you want me to wait a little longer, just say so. I'll do it later if you want. Oh, dot. That might help, man. Yeah, sure, you're ready? Oh, by the way, you can only win if you're online to claim the prize, like, now. Ja, we hebben wel flinke winst gemaakt, inderdaad.
But you have to be online to claim your prize now. I'm not gonna like keep it for days on end. Well, we're gonna see. I'll ask Nightbot to choose a winner for me. Likes? Yeah. Ik zie 20 likes. Nightbot, tell us who won. Matthijs! Wait, he hasn't been here for like 10 minutes. Might still be here though. Yep, he's gone. Matthijs, if you want the Torah, you have to claim it within the next 2 or 3 minutes or so. What was unfair to my other subs? I mean, why? How is this unfair? I mean, Nightbot simply randomly chooses a winner. Out of everyone who's been active in the chat for the past 10 minutes. Like, how could I possibly make it more fair than have it completely random? However, we'll wait for a couple of minutes to, maneuver Matthijs. Oh! Yeah, sure, no problem. Oh, well, I do, like, here, this giveaway. Yeah, the big giveaways I usually do like this. Like, here's, I've made a crappy-looking video. And I just have everyone that wants to join the giveaway just put their gamer tags under the video in the comments. And then I just announce a new video with the winners. No, this is PS4, Bellas. Maar wat is Matthijs zijn PSN dan? Nee, hij is er gewoon. Kijk, de Atsma zegt toch... Ik ben nu met Matthijs in de PlayStation loop vast, wacht heel even. Ja. We already have a winner, it's just he crashed his PlayStation, so... Ja, is goed. Kunnen jullie mij even invite sturen? Batso IT. YouTube. Ja, de party zit helemaal vol, man. Ik doe hierna wel even weer subgames. Hey, you guys want to play a couple of rounds after this? Well, he did claim the... Oh, nice. Thanks. He did claim the prize, it's just he needs to restart his PlayStation because it crashed. You know, I'm not gonna be like, oh well, if you can't claim it like right now, I'll just give it to someone else. I mean, you know what PlayStation's like, those things crash all the time. Ja, ik heb net Tora weggegeven, man. Ik zit nog even te wachten tot die gast hem komt claimen. Okay, fine, I'll give away the word watermelon. Yeah, I'd love to trade, bro, but my the party's actually full. I could leave it if you have like a really good offer for any of these items here. Okay, I'll give away the word watermelon. I know it's a crappy small prize, but... Kafish! What? What are the odds? Kafish, okay, I'll trade it for hot dog, and now the winner is Kafish.
He's seriously just gonna offer me 6 overdrive crates for the Mantis. I'm not even kidding. Yeah, I'm doing nothing to something challenge. I'm not even gonna respond to that. That's just insulting, man. It's a painted Mantis. Ja, Kavish, ik stuur je wel even invite, man. One of the threes. Yeah, I guess I'll do threes, no problem. Gefeliciteerd, man. Ja, geen problemen. Hotdog. Ja, ik wil wel even inviten, maar yeah, might not be a good idea to play threes. It is, yeah. Oh, how cool of you to remember. Hey guys, I'll start a private match, so... Oh, crap, I'll have to leave this party. Dit is PS4. Okay, guys, if you wanna play a private match... 4v4 max. Name's Bob. Password's 3 stars. See? No, it's actually just Bob as well. 6:42. Ah. Just about time for dinner. Or 6:42 in the morning. Oh yeah, of course. 6:42 in the morning. Cause you're on the west coast, if I remember correctly. Bro? Well, talk to the bro. Toch? What? Anyway, guys, starting a private match now. If you want to join, name's Bob. Password's also Bob. Oh, and please subscribe, because trying to get to 1,000. What? Bob. Alright, that should fix it. Hey, André. Oké, okay, dat is cool, Kavish. Ik doe bij 1k subs, geef ik 6 keys en 15 crates weg. Ik denk dat ik daarvoor nog wat... nou, ik doe sowieso wel veel meer giveaways eigenlijk. Ik doe dagelijks gewoon giveaways, ja.
I don't know if you're the one paying the. It's about. I think it's about the same price because, the CC4 crates, they're really starting to go up in price, just like the player's choice. A lovely header! Oh, cool, yeah. What a save! What a save! You paid the crates. Yeah, like I said, it's about the same price, probably. Because those CC4s and player's choice are really going up. I would have kept the CC4s, probably. Because they're running out. They're like... Eventually, no one will have CC4 crates anymore. Then again... It's not like people are going to pay... Extra much for it, because... Hit Karakai? What? Oh yeah, Russia, yeah, that's just a couple of thousand miles away, man. Ah, okay. Yeah, but yeah, good trade. I mean, biomass is really cool. I see. Well, I wasn't gonna go to Russia anyway, but no, I'm definitely not going. Oh, is it like near what do you call it, Chernobyl, where they had that nuclear reactor meltdown? Oh no, wait, that's not even Russia, that's Ukraine. Oh. Well, that must be great for tourism. Monuments in the Netherlands you should go to. Not really. Well, nothing comes to mind. Where are you going in the Netherlands? Like, probably to Amsterdam or something, right? Well, there's nothing really too special here, no. In the winter, well, it gets pretty cold in the winter. Like cold, rain and snow. Yeah, Amsterdam, I don't know. You could, like, visit the museums and all that, but... Thanks, bro. Yeah, it's probably because I'm also switching to the... I have to look to the side to see the chat all the time.
I can't. I mean, you just said, like, focus on the game, and I had to look to the side. You know, you could join if you want. It's okay. It'll be easy on you. Hi, James Will. How you doing, bro? But yeah, you're right. I'll focus on the game. And I'll try to get to No, it's not full. You can still join if you want. Name's Bob too. Password's Bob. That's probably a bit of a low offer for a para. I mean, if I'd had one, I wouldn't sell it for that price, but I don't even have one, so. Did what? Yeah, no, it's 5 keys, I mean... Yeah, I would never say that. I wouldn't sell para for 3 keys. Like, unless you want to sell it for 3 keys, which is fine, believe me, but you left plenty of buyers at 3 keys. Hell, you left plenty of buyers at 5 keys. Oh, I thought it was going at around 6 to 7. But 4 to 5, whatever. It's okay. I don't have one anyway, so I don't really care about the price. Snowflake, you want to sell me sell me some paras at 4 keys a pop? Because I'll take as many of you as you've got. Oh wait, you're on PC, right? Yeah, prices are different. Yeah, well, prices are different for PC, so you can't really compare PC and PS4. Ja, volgens mij heb ik er nog eentje, Robin. Maar eentje ook maar. Heb je keys? Ik wil graag namelijk wat keys hebben. Ik kan ook wel de Accelerator Crate adden als het praktisch uitkomt. Yeah, I know, but there's still difference between PS4 prices and PC prices, but okay. Well, yeah, I know I do a lot of trades as well, and I know
PS4 prices are different from PC prices, but you know, I'm not even going to argue with you. If you think they're the same, price, you know. Excuse me? Okay, if you say so. Listen, I'm not gonna argue with you. And by the way, weren't you the guy that said I should pay more attention to the game? So I'm gonna do that. You just stay in the chat, keep telling people Para's going for 4 keys. I disagree, but... Oh, I thought you meant all the prices were the same for PC and PS4, because it's... nonsense. Nee, ze hebt de move niet, Robin. We're playing 1v4? Hey, GDN game, what up, bro? When's the giveaway? I already gave away a Torah just now, so not doing any giveaways right now. I do have a giveaway coming up for when I reach 1,000 subs. Giving away 6 keys and a bunch of crates. Oh, okay. Well, yeah, but still, I wouldn't value Para at 4-5. Who won? Matthijs something. I don't know, some guy. But still, I wouldn't value Para at 4-5 for PS4, because I'm seeing their regularly trade at 6. I mean, if I got my tongue twisted there. If you could buy them at 4, I'd be buying Paras all day and selling them for 6. Toch heb ik even eens geweest, jongen. Heb je gemist? Ja. Yeah. That's what I meant. 6-7, not 4-5. I mean, I could understand if you'd argue like you'd value it at 5-6, because there's people buying and selling them at 5 occasionally, but usually at 6. So you could say it's 5-6, but. A lot of text, and I'm gonna read it after this game. No one would sell any item at a low price and makes out the price to make more profits when they see someone sell it for 4. Yeah. I usually go to the Rocket League exchange on Reddit to check out what they've got there, but that's about it. Yeah, I've got plenty of people in the stream to trade with. Oh! Well. Dude, lag! Or something like that. Second place. Not all that bad.
Yeah, apparently we're playing 1v1. Yeah, well, this was fair. Oh man, sorry. I said it wrong. I did not say it wrong. Dude, what? Why is everyone in the same team? What is that? Okay, I'll 1v1. No problem. I'm going, Snowflake, come save me! Oh, no, it's 2v3, that's kind of fair. Name is Bob 2. Because apparently Bob didn't work. And the password's Bob, which did work. Nee! Nee! Oh! Good shot, good shot. Ah, no problem, man. Hey, you guys wanna play some Fortnite after this? I mean, I'm gonna play some Fortnite after this, so you guys can join if you want. Oh my god, he's joining! Oh, okay. Hey, later, Robin. No? What do you mean, no? Yes! Oh yeah! Come on! Hey Denzel, alles goed? Well, that's a pretty decent shot. Ain't got nothing bad to say about that. A mil? A million? Man, zou PlayStation in de fik steken voor een miljoen? Oh, mijn YouTube-account. Ja, dat is moeilijker. Ja, natuurlijk. Ik kan gewoon nieuw maken, ja. Ja, gaat wel lekker. Thank you.
Ja, ligt eraan. Een miljoen wat? Een miljoen euro's? Oh ja, zeker wel. You can give me your heat wave. Yeah, but will you? That's the question. Oh, ja, dan liever 1 miljoen subs. Ja, nou, dat ligt er eigenlijk aan. Als het een beetje actieve subs zijn wel. Gewoon 1 miljoen mensen hebben die... You have 7 heat waves. Okay. Well, yeah, I'd love one. But I'm kind of skeptical about this. Nope. PS4. Doesn't matter, bro. You know what I'd really like is for you to just subscribe to my YouTube channel. Trying to get to 1,000. Hey. Yo, Wesley! Damn! Dat gaat lekker. Hey guys, if you haven't subscribed, please subscribe to my YouTube channel, because I'm trying to get to 1,000 this month, and, well, looks like I'm gonna make it, but I'm gonna need your help. Got 10 more days, 110 more subs to go. Well, 11 a day should be easily obtainable, but... Mentos? Hey, guys, listen, I'm gonna go play a couple of rounds of, what's it called? Fortnite, if you guys don't mind. Well, if you do mind, I'm still gonna go. So yeah, thanks for watching. If you want, you can drop by the stream to watch me play Fortnite and maybe play along if you want. But I can only play with 3 people at a time. Yeah, so I've invited. I'll also make a party. So if you're in my friends list on my main account, you can just join the party and join the game from there. Anyway, thanks for watching. Yeah, don't forget to subscribe and hit the like button. And I don't know. Come back later. Okay, later, guys. Bye.